Goedemorgen, lieve mensen. En van harte welkom bij weer een nieuwe Morning Setup. En ik moet heel hard lachen, want ik zet altijd voor deze setup twee lampen klaar om het terras een beetje bij te schijnen. En één lamp die heeft de neiging om de hele tijd om te vallen. Dus we gaan het zien wat het doet vandaag als er een windvlaag is. Maar ik laat me er niet door stoppen. We gaan gewoon lekker beginnen. En een thema, ja, ik verras mezelf elke dag weer hoe stijf ik eigenlijk word na een nachtje slaap. En dat terwijl ik echt best wel veel qigong doe en best goed voor mezelf zorg. Maar die stijfheid, die blijft er gewoon in zitten. Dus ja, we doen lekker een morning setup om in beweging te komen. Om die stijfheid weer te activeren. En inmiddels ben ik gaan staan, mijn voeten ongeveer op heupbreedte. En dan gaan we eerst eens even lekker schudden, want dat is een van mijn favoriete oefeningen. Heel goed, waardoor je je hele lichaam meteen in beweging brengt. En dat schudden doe je vanaf je knieën. Dus je bounced wat met je knieën. En daarna maak je het zo gek als je zelf wil. Dus je kunt subtiel schudden, maar hoe meer je kunt bewegen, hoe meer je kunt loslaten. Alle spiertjes activeren in je lichaam. Hoe lekkerder je lichaam het eigenlijk vindt. Dus schud je polsen, je kunt je schouders erbij meenemen. Misschien vind je het lekker om ondertussen je hoofd wat te bewegen. Eventueel kun je je handen nog omhoog brengen. Hè, Kim? Van de zijkant ziet dat er dan zo uit. En niet alleen is dat een heel lekker gevoel, probeer het maar eens. Maar ook activeer je hiermee meteen alle meridianen die door je armen naar je handen lopen, naar je vingers. En dan kom je rustig tot stilstand. Maar we gaan nog even door met alles activeren. Wat je kunt doen is even je handen wrijven. En dan beklop je je gezicht. Je kunt specifiek, als je de tapping points kent, kun je specifiek tappen op bijvoorbeeld hier, punt onder je ogen, bij je oogkassen. Je kunt je hele oogkas even bekloppen. Heel zachtjes. Om alle energie in de cellen hier te activeren. Wrijf dan even over je oren. Ja, dat is misschien een hele gekke oefening voor ons in het Westen. Maar in China weten ze al lang dat in de oren heel veel acupunctuurpunten zitten. Dus door dit allemaal even te masseren, activeer je deze punten, je oorlellen, achter je oren. Het is ook heel goed als je last hebt van strakke kaken. En dan klop je verder over je hoofd, naar de achterkant van je schedel. Een paar keer, een keer of drie, vier. Dan ga je verder door naar beneden, naar je armen. Langs de binnenkant naar beneden, langs de buitenkant omhoog. Helemaal tot aan je handen. En dan pak je de andere kant. Maakt niet uit welke kant je eerst doet. En ja, het lijkt zo'n gekke oefening dit. Het lijkt zo'n gekke beweging. Maar het is serieus waar een fantastische manier om alles te activeren. Je zal het straks wel voelen. Dan ga je over je borstkas naar beneden. Dan onder je oksel begin je hier je oksel. En dan ga je ook naar beneden. Helemaal tot aan je heup. Dat doe je een paar keer. En de andere kant.
En dan op de achterkant van je rug, ik wrijf tussendoor nog eens eventjes in mijn handen. De achterkant van je rug begin je zo hoog je kunt. Zeg maar hier, tussen je schouders. En dan net ietsje bij je ribben. En daar zitten je nieren. En de nieren die houden ook heel veel vast van ons. Heel veel emoties, vooral angst. Bij de nieren zitten natuurlijk de bijnieren. Dat zijn de klieren die onze stresshormonen produceren. En ik klop met een losse vuist, maar je mag ook wrijven als je dat fijner vindt. Gewoon lekker zo even masseren of je kunt het ook zo doen. Dat maakt niet zo gek veel uit. Maar voel maar eens wat jouw lichaam kan gebruiken vandaag. En dan ga ik steeds iets lager naar de onderkant, naar het zogenaamde heiligbeen, het sacrum. Ook wel bekend als het gebied van het tweede chakra. Dat is helemaal hier beneden, net iets boven je stuitje. En op dat punt mag je ook nog iets langer. Ik ben nog steeds met die losse, holle vuist aan het kloppen. Mag je ook ietsje langer kloppen, want dat, zeg maar, aan de onderkant van de ruggengraat. Daar komen alle spinal fluids. Hoe zeg je dat in het Nederlands? De vloeistoffen die door je rug gaan, die worden daar, die komen daar vandaan, die gaan daar langs. Heel belangrijk punt, waar ook heel vaak heel veel vast zit. Pak ook nog even je heupen mee en dan pak je een been in ieder geval even goed bij je knieën. Tappen, kloppen aan de zijkanten en aan de voorkanten. Laten we eerst even allebei de knieën doen, dus ik heb gewisseld. Zijkanten. Ja, daar ben ik weer. Ik ben erachter waarom het zo wankel is. Want het staat hier op een klein campingtafeltje. Dus als ik ook maar iets beweeg, dan gaat die camera, die vindt dat niet zo leuk. En dan pak je je vingers en ga je met een harkje nog even langs je benen naar beneden. En als je dan weer klaar bent, dan kom je lekker staan. Ik zie dat het heel donker is geworden. Ik weet niet waarom dat nou weer is. Kijk, het is misschien al beter. En als je weer tot rust bent gekomen, dan voel eens even na in je lichaam. Daar ging de lamp. Och. Nou, lekkere morning set of zo. Dan voel je eens even na. Als het goed is, ben jij lekker in de stilte en in de rust gekomen om te genieten van alles wat nu in beweging is. En specifiek voor de keel. Ik zag dat Rian, dat je er bent. Specifiek voor de keel doen we vandaag een extra oefening, namelijk je nek als een soort schildpad eventjes van links naar rechts en van rechts naar... Nee, laten we een rondje maken. Dus je pakt een kant, dan ga je iets naar voren met je nek en je komt weer terug. Dus je probeert je borstkas zo stil mogelijk te houden. Je gaat iets naar voren en je komt weer terug. En dat doe je een keer of 3, 4... 5. En dan ga je de andere kant op. En misschien is het wel voor het eerst in je leven dat je deze beweging maakt. Dus het is nog niet zo makkelijk om alles stil te houden en alleen je nekspieren te bewegen. Maar doe het zo goed je kunt. Maar heb ik er al meer dan 5 gedaan. En dan doen we ook nog even deze beweging. Die deden we eerder deze week ook al eens. Je doet je keel omhoog, naar voren en dan terug. Breng je kin naar je borst.
En hiermee activeer je vooral de bovenkant van de ruggengraat natuurlijk. Nog één keer. En voel eens even na hoe dat voelt voor jou als je dan weer tot stilstand komt. En dan tot besluit doen we nog een kleine flow om eigenlijk alle energie die nu in beweging is gekomen, om die in een soort goede baan langs je ruggengraat te laten leiden in de, het heet ook wel de hemelse omloop. Dat is de naam uit de Qigong. En dat wil zeggen dat er energie aan de voorkant van je ruggengraat omhoog gaat en aan de achterkant en andersom. Dus het is eigenlijk een soort snelweg waarbij van energieën die zowel zo gaan als de andere kant op. Het is het vuur en het water met elkaar verbinden. Dus hoe we dat gaan doen is dat je je linkerhand, ik doe het niet in spiegelbeeld, dus jullie zien het in, alsof ik het verkeerd doe, maar je linkerhand houdt je voor je onderbuik en je rechterhand houdt je voor je hart. En activeer dan met je verbeelding, met je visualisatie, de energie vanuit je onderbuik en de energie vanuit je hart. En voel maar eens even of je die energie als het ware kunt uitstralen vanuit je lichaam naar je hart. Dus ik heb een klein beetje afstand ertussen. En dan laat je je rechterhand aan de voorkant naar beneden gaan en je linkerhand vlak langs je lichaam omhoog. Zodat je een soort van ovale beweging hebt, een soort eclipse. Laat je nog iets hoger en dan wissel je. Dus dan gaat je linkerhand voorlangs, je rechterhand komt omhoog. En de bedoeling van deze oefening is om in een flow te komen. Beweeg zo langzaam als goed voor jou voelt. En je wisselt dus steeds om en om. Eerst komt de ene hand voorlangs en dan de andere. En terwijl je dit doet, kun je je voorstellen dat je als het ware die hemelse omloop van energieën, dat verbinden van yin en yang, het verbinden van het vuur en het water, dat je dat in jouw lichaam goed zet als het ware, activeert, uitnodigt. Misschien voelt het inderdaad goed, bij mij is dat zo, om je handen een beetje bij te draaien. Dus de hand die omhoog gaat naar je lichaam, die is iets meer naar mijn lichaam gedraaid. Alsof ik de energie omhoog haal en dan andersom, als de hand naar beneden gaat, draai ik hem ook iets naar beneden. En de hoogte kan je doen tot aan je hart of nog iets hoger, helemaal tot aan je hoofd. En voel maar eens. Voel maar eens of je de energie in je handen kunt voelen. Voel maar eens of je nog meer sensaties in je lichaam hebt. Misschien tintelingen, warmte, juist kou, misschien voelt het heel stevig. En als je kunt, of als dat goed voelt, mag je je ogen sluiten. Om een paar ademhalingen, en het hoeft niet eens heel lang, maar een paar ademhalingen helemaal bij jezelf te zijn in deze beweging. En dan doen we dat nog twee keer voordat we afronden. En dan laat je beide handen naar beneden komen.
En eventueel leg je je handen op je onderbuik. En dan wrijf je aan de rechterkant omhoog en aan de linkerkant naar beneden. Over je onderbuik. En dat kun je doen met een beetje druk. En de intentie om alle energieën die net allemaal zijn opgewekt, om die in jouw onderbuik neer te zetten. In Japan heet dat Dahara. In China heet het de lage Dantian. En in India heet het de tweede chakra. Het is allemaal hetzelfde. Het is energiepunt. Energiepunten zijn meerdere punten die in je buik zitten. En waar levensenergie vandaan komt. Dus zet als het ware maar de levensenergie in een steeds kleiner cirkeltje. Je kunt de cirkel iets kleiner maken. Ik doe het nu alleen nog met mijn vingers. En zet het vast, zet het als een soort batterij in jouw lichaam achter je navel. Zo'n 2-3 centimeter achter je navel. En daar kun je het visualiseren als een heldere parel van levensenergie. Vanuit het Taoïsme, de Qi. En dan heb ik de klok alweer gehoord, dus weet ik dat het tijd is. Nou, het was een heel avontuur met camera aan, camera uit. Ik hoop niet dat jullie er heel veel last van gehad hebben en de lamp die omviel. Ik voel me in ieder geval alweer geactiveerd. Ik ben heel benieuwd hoe het voor jou was. Ik zie dat er inmiddels nog een heleboel mensen meer live bijgekomen zijn. Van harte welkom, superleuk. Hey Sophie, wat goed dat je er bent. Ja, en met een glimlach. Ja, weet je, dat is wat ik steeds meer en meer leer. Vroeger zou ik daar heel geïrriteerd over geraakt zijn in die lamp. En nu denk ik, ja, en die camera. Nou ja, weet je, ik ben er. Jullie voelen mijn energie. Jullie zijn allemaal trouwe fans. Dus jullie weten wat er gebeurt. Dat je gewoon lekker door kan gaan en dat ik weer terugkom. En ik wens je een fantastische dag vandaag. Hier schijnt het zonnetje. Ik hoop in Nederland ook voor jullie. En vrijdag ben ik er weer voor een volgende morning setup. Namaste.